Nou, 's ochtends pak ik altijd even de brievenboeken, zoals we die noemen. Nou, in deze boeken zitten alle contracten die ik moet tekenen. Dus die dat probeer ik eigenlijk zoals dat meteen te doen. Soms is het een behoorlijke stapel. Vandaag valt het gelukkig een beetje mee. Goed, dus lopen we naar Berg Marianen. Ik wacht nu even op een afspraak met Agnes Muskens, lid van het college van bestuur. Met haar bespreken belangrijke onderwerpen zoals sociale veiligheid. En als we een extra afspraak inplannen zoals vandaag, dan moet het vaak heel vroeg. Of juist heel laat op de dag, want altijd bij onze agenda zit heel vol. En soms spreken we elkaar al om 8 uur 's ochtends bijvoorbeeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Zo, dat was de bestuursvergadering. We hebben een veelheid aan onderwerpen besproken, van methodennetwerk, sociale veiligheid. Tot een piano die hier in de hal komt waar mensen op kunnen spelen. En nu gaan we foto's maken. Maar je hebt zelf taart. Ik maak nu even een rondje door het gebouw. Dat doe ik eigenlijk elke dag wel. Kijk of ik wat mensen kan zien die ik toch nog even moet spreken. We hebben nu een vergadering van de Supervisory Board van het Donders Instituut. Ja, oraties en promotie zijn altijd leuk, omdat je dan weer met inhoud bezig bent. Dan heb ik wel even mijn toga aan. Mijn eigen gepersonaliseerde toga. Nou, nu even langs de visitatie. En met een collega overleggen over bevorderingscriteria. En dan zit mijn dag erop. Ik hoop je snel op de campus weer te ontmoeten. Doeg!